weer met de Border Sessions Theater aan het Spui in Den Haag. De hele dag interviewen we mensen die hier spreken, mensen die hier aanwezig zijn. En er is weer een nieuw persoon aan mijn tafel aangeschoven. Stel jezelf maar even voor. Nou, ik ben Borre Akkersdijk. En ik heb vandaag gesproken over de samenkomst van textiel en technologie. Samen met Samuel trouwens. Samuel de Goede, maar die zit nou even binnen nog. Als jij op een feestje uit moet leggen aan mensen wat je precies doet, wat vertel je dan? Op een feestje zeg ik dat ik knutsel. Knutsel? Dat doet het goed. Als het op een serieuze manier, of een iets serieuzere manier, zou ik zeggen dat ik in de innovatie in textiel zit. Dus echt kijk naar productietechnieken en daar de veranderingen. En daarnaast de samenkomst van technologie in die innovatie in textiel. Dus hoe kunnen die twee samenkomen en hoe kunnen we daar ook gebruiksvoorwerpen van maken voor het publiek? Waarom is dit een onderwerp wat je interesseert? Eigenlijk interesseer ik me al van jongs af aan wel in de modekant. Altijd kleine details. Ik heb heel veel met textiel. Maar ik wou nooit een modeopleiding doen. Dus toen ben ik eerst industrieel productontwerpen gaan doen. En op een gegeven moment Design Academy. Waar het gewoon meer om materialen ging. Toen ik dat een paar jaar heb gedaan, ben ik wel naar New York gegaan om wel mode te studeren. Eigenlijk die samenkomst van echt materiaal en met materiaal vorm maken was, vond ik heel erg interessant. En als je dat in textiel wil doen, moet je ook echt de productietechnieken kennen. En toen ik eenmaal naast die machine stond, was dat het punt dat je eigenlijk vanuit machines gewoon het gaat veranderen. Welk touwtje kan je trekken, welk knopje kan je opduwen en wat komt er dan uit? En zo begon ik te innoveren vanuit de matrasindustrie en toen weven, breien. Het was echt passie voor wat ik doe. Ja. Is het interessant en leuk voor een buitenstaander of is het meer dan dat? Is het echt belangrijk? Gaat het de toekomst veranderen? Ik denk, kijk, als ik nu aan jou vraag wat betekent textiel voor je? Ik weet niet of het juist is. Heb je een idee? Textiel is... Je hebt het aan of je ligt eronder. Het is een gebruiksvoorwerp wat mij betreft. Ja, het is eigenlijk het is zo natuurlijk geworden. Het moment dat je je aankleedt, denk je alleen maar over de esthetiek na. Dus over hoe andere mensen en jezelf ernaar kijken. Hoe je erin ligt is gewoon om, je wil dat het fijn is. Maar het is echt een natuurlijk iets geworden. Maar er is niks anders. Zelfs als je vraagt wat gebruik je het meeste in je leven. Als ik dat nu random op straat aan iemand gevraagd, gaat niemand textiel zeggen. Nee. Maar voor iedereen is het textiel. Ja. Want dat is het materiaal wat je eigenlijk 24/7 om je heen hebt. En in aanraking mee bent. Behalve als je onder de douche zit. Wat nu zo is, is dat we eigenlijk dat allemaal gebruiken met één functie. En dat is of om iets te bedekken of jezelf te bedekken. En als we kijken wat er is gebeurd in de afgelopen decennia met technologie, is eigenlijk dat we met technologie dingen meerdere functies zijn gaan geven. En dan is de telefoon het makkelijkste voorbeeld, want iedereen weet dat doosje wat opeens draagbaar werd, dat je ermee kon bellen. En toen kreeg het een extra functie, een andere manier van communicatie is sms. En toen zat er Snake op om entertainment spelletjes te brengen. Ja. Maar nu is het een platform wat eigenlijk alles waar je mee in aanraking bent, een soort van in beweging brengt. Ja. Maar volgens mij is het 1% van alle apps gaat over communicatie. Dus het is ineens één ding geworden wat heel veel functies had. Waardoor het niet alleen maar ging over de esthetiek, maar voornamelijk over wat kan je ermee. Ja. De eerste dag koop je hem voor de esthetiek. Maar een week later gebruik je hem elke dag. Niet omdat hij zo mooi is, maar omdat je hem gebruikt. Ja. En eigenlijk met dat zeggende, als textiel nu ook meer functies zou gaan krijgen. En dat zie je in de kleding al, gewoon in de regenkleding. Dat je een Gore-Tex, zo van oké, het is niet alleen maar een laagje, maar het beschermt je ook nog eens van de regen. Dus een eerste extra functie. Dat mensen ineens zeggen, maar deze jas koop ik niet voor dit seizoen. Nee, deze jas betaal ik meer voor, maar het is mijn regenjas, die vind ik mooi en dat wil ik dan hebben. En dan is het, maar imagine that het gewoon nog veel meer functies heeft. Ja. En ik denk dat de wereld gaat veranderen. Ja, ja het is interessant. Want aan de andere kant denk ik, van wat je natuurlijk vaak bij textiel ziet, is dat het, of in ieder geval met de kleren die mensen kopen, dat mensen steeds meer kleren kopen gewoon voor de tijdelijkheid. Voor een seizoen, voor een mode, daarna gooien ze het weer weg. En, dat is het grote probleem van fast fashion. Ik denk dat, kijk, het hele... Eigenlijk voordat de haute couture begon, was kleding heel functioneel. Je had het aan om bepaalde werkkleding. De spijkerbroek is echt als werkbroek ontwikkeld. En
Het hele modesysteem is totaal veranderd. En fast fashion. En maar op zo'n manier, omdat er zoveel schakels zijn, dat het eigenlijk alleen gewoon niet meer te stoppen is. Mm-hmm. Dus nu is marketing en is het allerbelangrijkste. Want je koopt eigenlijk aan de lopende band nieuwe kleren. In de westerse wereld moet ik trouwens natuurlijk wel zeggen. Maar aan de lopende band nieuwe kleren, terwijl je oude helemaal niet kapot zijn. Het is een gevoelsding, een marketingding. En je wil er zo uitzien, omdat je jezelf zo wil reflecteren. En dat is iets wat de wereld van de textiel en de mode voornamelijk gewoon iets heel speciaals en geks ook maakt. Ja. Maar botst dat niet met die multifunctionele textielen? Want dat is natuurlijk iets wat je, als je dat dan... Ik kan me voorstellen dat als je daar die kant op gaat, dat het dan in eerste instantie ook duidelijk duurder is. Omdat er ook, dus dat... Ja. Natuurlijk botst dat. Als je nou bijvoorbeeld terug gaat naar 2000 en had gezegd, ooit gaan we voor een doosje waar je mee kan communiceren, gaan we 1400 gulden betalen. Dan had iedereen gezegd, hey, je bent helemaal gek man, ik koop wel een auto, dan rij ik naar mijn vrienden. Maar dat is eigenlijk precies waar onze talk vandaag over ging. Was eigenlijk, er zijn nu twee werelden die bij elkaar gaan komen. Kijk, de technologiewereld, en als je dan praat over, want we hadden science fiction eigenlijk bijgehaald, was het eigenlijk de toekomst van de science. En de science is iets wat we nog niet precies weten wat de toekomst wordt, maar dat zijn we aan het ontwikkelen. Mm-hmm. En wat er nu gebeurt is dat die ontwikkeling van techniek ineens botst met de ontwikkeling die er al is van textiel. Die heel veel history heeft. Dus wij kunnen wel een soort van bedenken wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar we moeten ook nagaan wat het heeft gedaan in het verleden. En daar wordt nu naar mijn idee nog niet genoeg over nagedacht. Dus die twee werelden clashen heel erg. Want techniek zegt gewoon, ja, maar als de functies beter zijn, dan gaan we dit gewoon doen. Hoe het eruit ziet, zien we dan wel weer. Dat maken we wel, geven we een vormpje. Terwijl mode, daar zit een hele gedachtegang achter. Er zit marketing achter. Er zit heel veel geld achter. En er zit gewoon heel veel gevoel van geschiedenis achter. Ja, en de behoefte van de consument die denkt van, nou, lekker snel. Ik wil er anders uitzien. Ja. Want dat is nu die enige functie. Ja. Dus het zo veranderen, dat als het meer functies zou hebben, dat we dan ineens niet meer verschillende kleding willen, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus dat is een heel subtiel proces die stap voor stap gedaan moet worden en moeten mensen in mee worden genomen. Maar ik denk wel dat de enige manier dat wij het rampzalige gebruik van textiel en de kledingconsumptie kunnen veranderen, is niet vanuit de mode-industrie, maar ik denk vanuit een tech-industrie dat daar de functie, naarmate het beter wordt, belangrijker gaat worden dan het esthetische aspect. Maar misschien moet je dan heel erg nadenken ook over plekken waarop dat samenkomt. Ik kan me voorstellen dat als je een trui kan ontwerpen die je elke dag bij wijze van spreken een andere kleur kan geven, dat je dan al heel erg aansluit op het snelle modegevoel van. Ja, dat is natuurlijk wat er nu als eerste. Kijk, het enige wat, als je het over wearable tech hebt, en ik probeer dat meteen een onderscheid te maken tussen carryables en wearables. Want naar mijn idee praten we eigenlijk altijd over carryables, maar die hebben de stempel wearable gegeven. Want het zijn nog steeds, een bril is eigenlijk een doosje met de glazen. Gewoon. Het zijn altijd, de watch is natuurlijk ook gewoon een doosje die je meedraagt. En zo zijn er eigenlijk alle dingen zijn zo. Nu zelfs de t-shirts, het zijn vaak doosjes die er nog op. Nee, de zonnecel t-shirt van Pauline. Ik denk is dat een carryable of een wearable? Ja, ik denk wel dat zij de eerste is die eigenlijk het op en om het lichaam echt gebruikt, de oppervlakte. Ja. En dat gaat natuurlijk heel erg over de functie die de naar wat heeft de carryable nodig. Want persoonlijk, de drager heeft geen stroom nodig, maar wat de drager gebruikt, de carryable wel. En waar ik eigenlijk nog een stap verder heen ga, ondanks dat ik denk dat het heel goed is dat die grenzen gepusht worden, want dan worden mensen daarin heel erg meegenomen. Denk ik eigenlijk, maar hoe kan dat kledingstuk straks ook de gebruiker gaan helpen? En ik probeer het zo weinig mogelijk in concepten te praten, omdat die wel bedacht worden. Mm. En daar zijn een heleboel soort van whizkids voor die dat allemaal heel mooi kunnen maken, maar van wat wordt er nu echt veranderd? En daar gebeurt eigenlijk nog heel weinig. Dan kijk je naar een Google, wat eigenlijk de grootste funding ter wereld heeft. En dan maken ze eigenlijk alleen maar een touchscreen op het kleding of op het stukje stof. Dus Project Jacquard. Dus daar ligt voor mij altijd een soort van grens van, nee, maar
snap die twee grote werelden, want de techwereld en de modewereld zijn natuurlijk twee gigawerelden. En als je daar in de top staat, heb je eigenlijk niet nog meer wereld nodig. En volgens mij is dat ook een beetje het probleem. Ja. Ja. Dat is een beetje waar mijn onderzoek ook altijd ligt. En ook waar we eigenlijk zelf ook in ontwikkelen zijn. Ja. Waar hoop je dat het naartoe gaat? Nou, ik geloof wel heel erg dat we rustig eigenlijk naar... Ik denk eerst dat het een extensie gaat worden van het mobiel. Dus, je kleren? Ja, ik denk dat we als we nu... Het gaat heel... Technologie als waar we nu over praten gaat heel vaak over communicatie. Helemaal als over wearables praten. Dus nu communiceren we van persoon naar een device, naar een device, naar een persoon. Ja. Dus indirect eigenlijk. Waardoor we eigenlijk altijd een call to action. Dus we moeten iets doen. Dus we moeten het invoeren, dan gaat het door en dan moet iemand het ook nog weer naar zich toe halen. En waar ik denk dat het heen gaat, is dat de kleding een extensie gaat worden van de telefoon. Dus op het moment dat je iets voelt, dat dat ook al gecommuniceerd kan worden. Dus en ik probeer vaak Tinder als voorbeeld te nemen, omdat het nu is van, oh knap, knap, knap. Oh ja, daar wil ik wel mee daten. Maar je weet helemaal niks, je voelt niks. Terwijl op het moment dat we elkaar tegen zouden komen, word je warmer, je hartslag wordt anders. Er zijn een heleboel dingen die veranderen in je lichaam. Dus op dat moment weet je eigenlijk of je echt iemand leuk vindt. En zonder dat je eigenlijk dat in een app doorheen moet gaan, dus dat je iets moet doen, zou je kunnen zeggen, we zijn allebei vrijgezel, maar allebei hebben eenzelfde reactie. Misschien moeten we wel mieten. En dat is eigenlijk nu, is communicatie dus altijd van, we moeten het doen. En terwijl we eigenlijk ons, de beste communicatie die we geven is body language. Dus het gezicht, expressies en zo. Iedereen weet van, of je moet nooit zware discussies voeren over de sms. Je lacht al meteen omdat dat dom is. Want je maakt, er is altijd miscommunicatie. Ja. Dat komt omdat die communicatie nog geen diepgang heeft. En op het moment dat we dat dus naar beeld voeren, heb je al veel meer diepgang. En als je dat ook nog naar gevoel en touch en dat gaat voeren, dan heb je heel veel diepgang. Dus ik denk dat we steeds meer, waar ik wil dat het naartoe gaat, dat het steeds meer natuurlijk is. Als je wil dat de deur dicht gaat, dat je gewoon zo doet. En dat de deur erachter dicht gaat. En dat is het hele weer het Internet of Things. Gewoon alle producten die we gebruiken een soort van handeling kunnen doen. Of in eerste instantie kunnen zeggen of ze wel of een niet melding, gebruikt worden. Ja. En dan de volgende stap is dat ze dan ook nog iets kunnen doen. En bij een deur zou dat heel makkelijk zijn. Maar dat is, en dan is het dus niet meer van, ik ga nu iets bericht naar de deur sturen. Nee, het is gewoon, ik wil dit. Of als je je vriendin hoort, wil zeggen hoi. Terwijl dat aan de andere kant van de wereld is. En daar wil ik eigenlijk, is dat een beetje de gedachtegang waar wij in zitten. Hoe lang duurt dat nog? Ga je het zelf nog meemaken? Ja, sowieso. Sowieso. Ik denk dat we een spurt hebben gemaakt van een doosje die één communicatie heeft. Maar dat is wel in één wereld geweest, in de techwereld. Wat een kleine 25 jaar is geweest. Wat veel langer is dan mensen eigenlijk denken. Want ze hebben 2007 kwam de iPhone uit en het was net. Ja. En het is ook allemaal super snel. Ja. Ik denk wel dat het met kleding een stukje langer gaat duren in de zin dat het ook nog andere handelingen gaat hebben op en om het lichaam. Maar ja, als je zegt 20 jaar, geloof ik wel dat er een heleboel van dit soort dingen gewoon heel normaal zijn. 20 jaar? En, ja, en nou, Samuel las net een stukje voor uit een science fiction boek. Waar de dialoog gaat over twee mensen die in het bos lopen. Eentje is een native Canadees. En ze hebben een soort van ondershirt aan. En dat ondershirt op een gegeven moment begint het ondershirt te trillen op zijn linkerschouder. En dan hoort hij een geluid en dan komt er een hert. Die ziet hij niet eens, maar die komt voorbij. En dan vertelt de native, kijk, dit shirt pakt alle sensors op om je heen. En die vertelt je ook wat het is. Waardoor je eigenlijk meteen veel meer één bent met je omgeving. En veel meer ook letterlijk het voelt, zonder dat je iets hoeft te doen. En kijk, tot het daarheen gaat, duurt nog wel even. Maar dat is wel waar ik denk dat we op een gegeven moment gaan staan. En dat het gewoon een open, in die zin een soort van platform op en om het lichaam gaat zijn. Waar we verschillende apps op kunnen developen. Dus de toekomst gaat er mooier uitzien wat jou betreft? Nou ja, kijk. Het is een feit dat als we het nu hebben over wat is het product van de toekomst. Dat als je een beetje inleeft dat je het niet hebt over een vast product. Dat is gewoon niet meer. Een product is een service en dat, zoiets.
Dus ik geloof ook wel, als je kijkt naar industrieën die altijd een beetje voorlopen, dus een muziek of dat soort dingen, we ownen straks niks meer, maar nee, we gebruiken het. Ja. Dus ik denk ook dat, nou, auto's is er heel dichtbij, maar dat dat ook met kleding gaat gebeuren. Hoeveel kleding heb je nog nodig? Maar het gaat erom wat dat kan doen. En helemaal dat VR nu heel erg oppakt. Facebook heeft Oculus Drift gekocht. Er is heel veel geld in gepompt. Gaan we die stap maken naar van, oké, moet je de hele tijd bij jezelf zijn? En kan je eigenlijk niet als persoon jezelf virtueel al een bepaalde look geven? Misschien ben ik wel moe en hangt er een hele grote wolk de hele tijd om me heen. Gewoon omdat ik dat wil vertellen. Ja. Dus worden dan de modeontwerpers van de toekomst misschien niet grafische ontwerpers, of misschien wel gewoon code-riders. Dus ik denk dat er wel een hele... dat die beweging van... wat is nu de producten die we willen naar de services die we willen, en hoe we eigenlijk ons fijner kunnen voelen en ons meer bezig kunnen houden met het zijn en het leven. In plaats van dat we de hele tijd keuzes moeten maken en op moeten lossen. Want het lichaam vertelt al dat je honger hebt. Waarom moet je dan iets zoeken terwijl je eigenlijk elke dag iets te eten wil? En dat je niet meteen kan vertellen, hé, maar je lust toch dit en dit en dit. Oh, dan kan je hier om de hoek gaan. Het soort van heel veel makkelijker maken. Ja. Nou, het klinkt veelbelovend, moet ik zeggen. Spannend. Maar ik denk ook dat de generatie van nu is. Gewoon heel meer in oplossing denken dan in probleem. Ja. Totdat je een probleem hebt. Nou ja, zoals op een bijeenkomst als dit wordt toch ook heel veel gepraat. Ook over gevaren die ergens dreigen. Of de risico's of weet ik wat. Maar... Ik denk week 5 geleden of zo. Ik doe mee in een masterclass voor het Mediafonds. Waar we een groep onnoemelijk interessante mensen bij elkaar hebben. Dat ik echt zoiets had van, wow, mag ik hier tussen zitten? En toen had ik een gesprek met de kunstenares Tinkerbell, die laatst ook al veel nieuws is gemaakt. Toen hadden we het ook over het fosfaatprobleem. En toen zei ik ook, ja, fosfaatprobleem, wat bedoel je? En toen zei ze, ja, nou eigenlijk op papier is het gewoon, het is een grondstof die we aan het verspillen zijn, maar die we nodig hebben om te leven. En als je ziet hoe dat nu gaat, hebben we binnen tussen de 10 en de 50 jaar zouden we echt een hongertekort hebben wereldwijd. Waardoor we oorlog zouden krijgen, waardoor we vluchtelingenstromen gaan krijgen die ongekend zijn. Waardoor er dus landen zich gaan afsluiten en dicht gaan zetten. En dat je echt gewoon een soort van nieuwe wereldoorlog krijgt. Toen dacht ik, wow, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Hoezo is dit neer? Dat is een long-term problem. Maar die we allemaal gaan meemaken. En onze kinderen al helemaal. Dus ik denk dat die problemen er zeker wel zijn. En ik denk ook wel zeker dat we die op moeten lossen. En dat we daar heel erg mee bezig moeten zijn. Maar ja, het is wel een... Ik geloof namelijk meer in een positieve benadering, ook met de ontwikkeling van dingen. Want nu zijn we met wearables bezig en krijg ik de stempel van, hé, je bent een pionier op het wearable gebied. Maar ze zijn er eigenlijk bijna nog niet. En iedereen praat al over het soort van het privacy probleem, terwijl er nog helemaal geen wearables zijn. Dus we weten nog helemaal niet wat het precies met ze kan doen. Alleen maar wat de regering gedaan heeft met informatie die op een hele andere manier vergaard is. Dus je zegt eerst maar aan de slag, eerst komen met oplossingen en dan zien wat er eventueel gaat knellen. Tuurlijk moet je nadenken over de problemen en moet je dat meteen op willen lossen. Ja. Maar als je niet met iets goeds eerst gaat komen en daar iets goeds mee wil doen, dat zei mijn oma zei altijd gewoon, wie goed brengt of die goed ontvangt. Wie goed doet, die goed ontmoet. Ja, dat, exact. Ja. En daar geloof ik heilig in. Ja. En ik geloof ook wel echt in die zin in karma. Gewoon, het is alles wat je uitspreekt, dat gaat op je afkomen. Dus daarom praat ik heel veel. Dankjewel. Tot zover. Blijf kijken, straks een nieuwe gast.